Ah, goeie, ik ben Rob Valtin, ik kom uit Zwitserland en ik ben al 22 jaar in Amsterdam. Op mijn uh, 20ste ben ik verhuisd naar Amsterdam ta om te studeren. Ik studeerde op dat stuit met Herman Krebers, fiolen aan het Conservatorium. Het idee was om maar een jaar in Amsterdam te studeren, maar al na die dagen vielde ik mij. Als een visk in het wetter in Amsterdam. Ik kreeg al gauw een baan bij het Keninglijk Concertgebouworkest en dat had mij ook zelfs koning verdiend. Later heb ik psychologie studeren en ben ik psycholoog geworden. En zo'n uh, 2001 werkte ik ook op dat meid. Ik ga eens neer in Friesland wennen. Hoe ben ik uh, bij het Frieskam en bij Friesland kwam? Ik ga een Frieske boervrouw en die hiet in mee zijn dat het voor Sline onmogelijk is, voor een net Fries, om Fries te winnen. En al heel en voor een die uit Zwitserland komt, nou je hoeft maar één keer mee te zien te zissen dat eer het net mogelijk is, en dan wil ik alleen nog maar één ding, dat is dat ding. Dat sa, ik ga heel gauw een fris boek kocht, een zelfleermethode, en ik ga het leer toch alle gerre manieren. Vooral toch het meidwaan, het maidwaan op allerhande wijzen. Gewoon praten, met mensen. Nou, heb ik een beetje het idee dat ik wel ader inwageren ben. Net sinds de dat ik dus nooit in Friesland wennen ga. En uh, ja, mijn hobby's binnen het cabarien, uh, reedrieden. Ik had de alversteden tocht op reedensrieden uh, in het eer dat de tocht kreekt net trogggieën. Uh, ik houd van muziek, ik speel je trompet en uh, ik houd van het leren. Nou, Minsken, ontzien.